Ja. Dit is toch super leuk? Dit, heb je het wel eens gedaan? Maar ze hebben echt geweldige. Maar hier moet ik wel een plekje voor kunnen vinden. Ik heb een masker gemaakt. Dat het voor jou ook gewoon een secundair trauma kan voelen. Als de juiste persoon jou dat van al wat eerder vertelt. Good morning. Ik heb er deze muesli gekocht bij Boon Supermarkt in Utrecht of zo. Ik ga hem straks proeven. Hij heeft niet veel van suiker. Dat is niet heel veel. En deze frambozen zijn echt zo lekker. Hoe mooi ze er ook uitzien. Ik ga even lekker in bad. Mijn vriend had deze van zijn moeder gekregen. En hij houdt niet zo veel van badden als ik. Dus ik mag hem gebruiken. En ik ga ook dit maskertje op doen. Volgens mij is deze van de Normal. Anders is het van de Action. Maar volgens mij Normal. Dan ga ik hier lekker chillen. Het is echt een in elkaar gevouwen propje. Het zag er echt niet mooi uit of zo. Zoals sommige sheet maskers. Maar de geur is meer zoet en daar hou ik van. En ik ben echt benieuwd of hij wat voor mij doet, want mij is het super droog. Oké, ik ben even in de Primark en ik ga wat dingen passen. Heel netjes dit. Het is echt niet bijzonder, maar dit is een chenille hoodie. En aangezien ik echt verslaafd van een chenille, vind ik dit wel heel erg lekker voor thuis. Het is een L en hij is 13 euro. En hij is ook best wel dun, dus dan is het niet zo heel erg heet. Ja, dit is wel lekker hoor. Deze kost 17 en dit is dus ook chenille. Het ziet er wat chiquer uit. Ik vind hem heel leuk. Maar deze is ook een L. Is eigenlijk echt wel te groot. Als ik die kleiner neem, gaat hij dus ook kort zijn. En dat weet ik dus niet. Zo jammer, want ik vind hem echt lekker. Ook in het groen, maar die is in mijn maat. Ja, dan wordt het zeg maar een thuischillfest, omdat ik hem te groot vind. Ik ga nadenken, ik vind het wel heel leuk. Ik hou hier echt van. Maar hij is een beetje kort. Hier ook. Hier ook. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel leuker dan die soort. Ik denk die soorten niet zo. Zou ik eerder dit nemen. Ja. Dit is een jurkje. En qua model lijkt hij heel erg op dat zwarte lievelingsjurkje van mij. Hij heeft hier details die ik eigenlijk niet zo leuk vind. Zo vind ik hem al veel leuker. Dit vind ik ook net niet heel leuk. En er moet nog een riempje bij. Ja, 17 euro. En hij heeft korte mouwen. Dus ik denk dat ik hem niet neem. Ik vind hem net niet. Maar het is wel een tip. Ik heb even mijn legging opgeknoopt. Maar als ik hem zo zie, twijfel ik toch. Dat is echt wel iets wat ik graag draag. En hij is ook niet te kort. Dus ik denk dat ik hem toch wel neem. Dit vind ik heel leuk, maar het stofje is net een beetje dun. Waardoor hij gewoon net niet mooi zit. Waardoor je alles heel erg ziet. En het geeft het al geen vorm aan mijn lichaam. Bij mij vind ik het in ieder geval niet mooi staan. Maar het zit wel heel lekker. Wij hebben lekker gekookt. En we hebben vegetarische andijvenstamppot. Met deze melk. En vegetarische spekjes. Toen heb ik dit nog nooit gemaakt, maar het is zo lekker geworden. We hebben gewoon allemaal rare dingen doorheen gedaan. Echt heerlijk. Er zit super veel van dit zit erin. Het is heel lekker. Yummy. Een liggie erbij. En een Pinot Grigio. Ja? Oeh, yummy. Oké, het is 1:15. En Lotje, die komt er nu aan. Ze is er nu. Ze gaat even zoeken waar het is. Ik ga even een fotootje maken op het balkon. Ze komt lekker hier lunchen. Want dit is dichterbij voor haar dan mijn huis. Super grappig. Ze heeft mijn vriend nog nooit ontmoet, maar komt nu wel in zijn huis. En ik heb even dit tafeltje neergezet. En ik ga lekker lunch maken zo. Wat is er? Het ziet er geweldig uit. Oh, thanks. En ik heb dit. Want het enige wat... Ik zeg trouwens mijn vriend. Want mensen daar gek worden van nadenken. Oh ja. Dat is gewoon mijn vriend. Ja. Het enige wat ik kon vinden in het huis van mijn vriend was dit bakje om dingen eten te doen. En dit is gembermunthee. We gaan allebei de bonbons niet opeten waarschijnlijk. Nee, ik hou niet van bonbons. Ik ook niet. En ik ga nu eventjes het eten maken. Het ziet er leuk uit. Lus je ei? Ja. Lus je gerookte kip? Ja. Oké, dan kan ik het broodje maken. Wat nou als ik nee had gezegd? Dan had ik dat weggelaten op het broodje. Oh. Ik heb dit nog nooit gemaakt, maar het komt goed. Hou jij van ei die nog lekker een beetje donker is of zo vies lichtgeel? Bedoel je donker als ik zeg maar dat de dooier niet helemaal hard is? Ja, of net. Ja, ik hou ervan als zeg maar de buitenkant wel hard is, maar aan de binnenkant nog net. Ja, maar hoe lang doe je hem dan? 8 minuten als hij kookt? Weet je dat? Nee, dan is hij hard gekookt. Dan kan je beter 7 minuten doen of 6 zelfs. Wat? Wel echt een veel huis. Wel? Ja. Ik vind
je, nou, toen ik hier voor het eerst kwam, voelde ik me echt wel thuis. Ja, ik heb nu ook meteen gehad. Oh, ja. Je zit wel lekker, toch? Ja, ik vind deze keuken ook wel echt oprecht heel chill. Ja, ook zo'n open keuken. Ja, vind ik ook. Ja, ik weet niet. Komt in de restaurant wil ik ook altijd het liefst aan een ronde, als ja, ik kan ook kiezen. Ja, eigenlijk moet je eieren koken met koud water. Dus je moet ze erin doen als het water. Ja, dat kan ook. Ja, want anders groeien ze dicht aan het uitkomen. Dat is van Joey geleerd. En daarom kan je het niet goed verder. Ja. Omdat het wel te laat. Ja, nee, maar ik doe het niet uit. Ik doe het ook vaak zo, maar ik denk dat dat niet. Oh, dat is wel een goede tip, want ja. Maar dan duurt het zo lang. Ik hou zelf meer van avocado plakjes dan smash. Maar wat vind jij lekker? Ik hou meer van dat. Ja? Overal is het dus hip om smash te doen, maar ik vind dat veel minder lekker. Ik ook. Dan heb ik meteen mijn honger echt zo chips. Van. Ja. Oh, ik hoopte zo dat hij goed was. Yes. Oh, wat goed. Perfecto. Merk jij verschil sinds je lief Lotte heet? Hé, op de camera ziet het er niet mooi uit. Nee, het is veel te veel. Echt? Ja, het is geen garnering meer. Het is too much. Hoe ga ik dit fixen? Het moet echt mooi zijn. Nou, ik denk dat het er wel lekker uitziet. Waar wil jij zitten? Welke plek? In deze woonkamer. Ja. Welke plek wil jij? Oh. Het ziet er toch super lekker uit? Zo, dit ziet er echt uit alsof we gewoon... Ja, toch? ...in een restaurant zijn of zo. Dat wilde ik dus, maar... Oh, zebra, lekker. Wil je er mayonaise op? Nee. Ik ook niet. La, 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 la. Dit krijg ik gewoon voorgeschoteld als lunch. Dit is toch super leuk? Weer 30 minuten aan het filmen. Ik ga naar huis en ik heb even wat dingetjes neergezet. Hij komt zo terug van zijn werk. En hij heeft dan visite en ik dacht, het is wel cute als er even wat staat. Oh, wat cutie. Leuk. Oh my god. Nu ben ik zenuwachtig als ik zelf vind om dit te kopen, maar ik heb nooit een kerstboom in mijn huis gehad. Misschien wil ik dat dit jaar wel doen, maar ik niet op vakantie ga. Ik heb nog geen kerstboom. En dit is per ons wel 5 euro, dus niet goed. Dus ik denk, misschien moet ik nog even wachten met het kopen. Maar ze hebben echt geweldige, weet je, van die namaak. Van die duurdere merken. Oh, Lotte. Kijk dit. Geweldig. Ja, heel leuk. Hier ook nog. Ik krijg zo echt, ik heb altijd zoveel moeite met als de zomer voorbij is. Maar als ik dan dit zie, krijg ik zo bizar veel zin in kerst. En omdat ik een vriend heb, vind ik het dit jaar ook extra leuk. Is het toch nog leuker om een kerst te vieren. Heel leuk. Oh ja, en deze wil ik echt wel heel erg lang. En nu zie je 20% korting. Ik zit te overwegen om hem te kopen. Dit is toch ook geweldig. Ik moet even denken aan vroeger. Oh my god. Dit is zo'n mega stiffer. Dat als je op de stoel zit of zo, dat je beide voeten erin kan doen. Ik ga het niet kopen, maar ik vind het wel heel leuk. Met herfst heb ik dan trouwens helemaal niets qua
sfeer, de interieur, dingetjes en zo. Dat doet me niet zoveel. Dit soort dingen vind ik ook heel tof, maar dan moet je gewoon een geschikter huis voor hebben, vind ik. Ze hebben zulke leuke dingen. Ik blijf wel kijken, zal ik weten dat ik geen plek heb in huis. Maar ik vind het gewoon altijd te leuk om een beetje inspiratie op te doen. Hey, ik wilde zo'n zoutsteenlichtje, zou ik laten zeggen. Leuk. Kost hier maar 2 euro. Zouden jullie deze meenemen ook als hier afgebroken? Ik denk dat ik hem wel meeneem. Ook heel leuk dit. Oh, dit is ook zo cute voor ringen. Ja, ik heb al dit soort dingetjes van mijn eigen webshop. Ik vind het wel heel leuk deze. Ik vind dit ook heel leuk. Als je alleen maar ruimte dan heb je strawberry daiquiri. Strawberry flavor sugar. Suiker met aardbeien smaak. Gedroogde citroenschijfjes, gedroogde aardbeien, grof gemalen zwarte peper. Niet eens zoveel wat erin zit, maar het is natuurlijk wel echt heel leuk. En hier, bruine suiker, kaneelstokjes, anijs, citroenschijfjes, grof gemalen zwarte peper, jasmijn, bloemen en kruidnagel. Best wel veel. Wel heel leuk zeg. Ook heel leuk. Mat. En is het verplicht een winkelmandje te gebruiken. Superleuk. Deze ben ik echt prachtig. Heel mooi. Deze zijn ook echt geweldig. En deze. Ook heel leuk. Dit is ook heel vet, vind ik. Dat is niet nodig. Zo, de schoonmakers zijn weer een keer geweest. Heerlijk. Ah, oh, dat is chill. Ik heb dus deze kaars gekocht bij de Lidl. En dit is Vanilla and Sugar Scented Candle. Het is 3 euro. En hij is niet geweldig, maar qua geur is hij echt wel sterk. En als ik hem zo ruik, vind ik hem zelfs niet eens heel lekker. Maar ik weet ook bij Bath & Body Works en Janky Candle en zo. Die sterke geuren zijn dus goed. Want als je ze brandt, zijn ze heel chill. Dus die ga ik zo branden. Echt een hele luxe. Heel leuk. En ik heb de cookies. Ik hou niet echt van die kleur of zo, maar deze vond ik lekker. Het lijkt een beetje op die. Ik vind hem eigenlijk lekkerder. Maar ik heb het idee dat die witte gewoon heel lekker gaat zijn als ik hem brand. Deze heeft ook een beetje kaneel erdoorheen. En dan heb ik dus bij Xenol deze lamp gekocht die ik al heel lang eigenlijk wilde. En altijd dacht, ja, ik weet niet waar en blablabla. En eigenlijk vind ik dit, ja, mijn huis is gewoon te klein voor dit soort mooie dingen. Maar hier moet ik wel een plekje voor kunnen vinden. Hij was nu 20% korting. En het oogt heel luxe, maar het is gewoon een soort plastic. Ik heb er ook een retro vintage lampje bij gekocht. Dat is ook 20%. En ik kon geen zwarte kap vinden. En ik wil gewoon een relatief kleine, terwijl grote fitting. Maar dan zo klein mogelijk een zwarte kap. Groen zwart velvet vond ik iets too much. En dat past totaal niet bij mijn interieur. En zwart met goud kan wel in dit huis, vind ik. Ik had ook even een mondkapje gekocht bij de Zeeman. Die ga ik nu meteen wassen. En ik was vergeten dat je... Dat ze het liefst hebben dat je mondkapjes draagt in de winkels. Dat was ik even vergeten. Dit lampje best wel duur. Echt 6,40 nu alsnog. Maar dat is een warm licht... En mijn vriend heeft hier toen die IKEA-lampen opgehangen die ik koud en warm kan maken. En ik gebruik altijd de warme stand. En het geeft zoveel meer sfeer in je huis, warm licht. Ik hoop dat deze ook mooi warm is. En dan heb ik echt weer heel veel boodschappen gedaan. Maar ik denk niet dat ik alles ga laten zien, want ik word er altijd een beetje gek van tijdens het editen. Ik zal gewoon een paar faves, favoriete dingen laten zien. Zoals de kiwi-besjes. Ik krijg nog steeds de vraag, waar koop je die? Lidl heeft hier al een beetje. Ik ga dit maaltijdpakket maken, maar dan zonder bechamel en zo. Dit eten voor mijn darmen is echt fantastisch voor mijn buik. Veel beter. Deze mix leek me wat chill van yoghurt. Ik ben een beetje aan het ontdekken. Volgens mij moet ik gewoon niet te veel van bepaalde producten zoals dit sap. Dus dit ging prima. En ik word altijd echt heel, voel me heel gezond nadat. Dus ik had een vers sapje gehaald. En weer limoenen wat ik heel vaak drink. Deze mix gaat eruit bij de Afri. Dus die was afgeprijsd. De carrot cake. Mijn lievelingspakketje deze is heel lekker dik. Dit is nummer 7 van de Sekkel. Deze waren 50%. Het laadje was echt heel lekker ruiken. Haverbarista. Echt een tip. Deze 500 ml varianten, want ik krijg zo'n pak nooit op binnen 5 dagen. Kom maar. Heel veel zin had ik in chocolade sojamelk. Die vind ik warm en koud heel lekker. Mijn lievelingsbrood. Ik heb net op Instagram gezet. Want ik krijg zo vaak de vraag hiernaar. Dit is van Lidl. Kan je zelf snijden. Geweldig. Ha, belt. We zijn weer de hele dag aan bellen, want er is weer van alles belangrijk. Deze lekkere zoute crackers. 4 pakken van mijn lievelingsmuesli. Deze vind ik en het allerlekkerst. En hij bevat niet veel suiker, ook al zou je dat niet verwacht van Kweker. Dan heb ik dat leuke ringenhoudertje gekocht bij de Xenos voor 3 euro, geloof ik. Vind ik wel echt... Ik heb van Comma heb ik heel veel leuke houders, maar deze vind ik wel heel erg leuk. Ik had een kokosnoot gekocht, want ik had er heel veel zin in. En toen bedacht ik me dat iemand me van de week vertelde dat apen mishandeld worden om kokos uit bomen te krijgen.
Dus ik ga me daar zo even in verdiepen. En als dat zo is, ja, kokos is totaal niet belangrijk in mijn dieet, zeg maar, om te leven. Dus dan ga ik natuurlijk stoppen met het eten van kokos. En ik heb een lekkere Pinot Grigio, want dit weekend hebben we dus ontdekt, mijn vriend en ik, dat dit ons favoriete witte wijn is. Die was niet zuur en heel licht van smaak. En dit is een wat duurdere. Ik had dit weekend een van Lidl, die vonden we echt niet lekker. Het was gewoon best wel zuur en net als een huiswijn. Deze ziet er heel lekker uit en houdt in de aanbieding. Dus ik ben benieuwd. Bij de Lidl Halloween pasta en van de Xenos de zoutsteen. De broer is heel vervelend, maar moet er even wennen natuurlijk dat ik er ben. Oh, dit is leuk. Ik wil eigenlijk nog een andere kap. Dit is gewoon mijn oude roze, maar deze heeft een vlek. En ik vind het altijd niet mooi dat je die lijn hier doorheen ziet. En dat hier dit zit en zo. En als je hem... Ja, voor mijn ooghoogte vind ik hem net te groot. Maar als je bijvoorbeeld vanaf de bank... Oh, hij is wel heel mooi. Ik ben hier zo blij mee. Ik wilde hem al zo lang. En dan is het wel leuk dat het een hele goede aankoop is. Kijk, vanaf hier is het gewoon mooi. Hij is veel mooier dan dat hij nu lijkt trouwens op beeld. Maar qua hoogte van de kap is dat tof. Alleen één maatje kleiner lijkt me leuk. Roze is wel leuk, maar ik denk dat ik zwart ook wel heel vet vind. Dus, maar voor nu is dit goed. Mooi hoor. Ik heb net op Insta super veel vragen erover. Heel leuk. Misschien zie je dat beter als ik even het lichtje niet doe. Nee, ik ben er echt wel heel blij mee. Ik heb een masker gemaakt. Echt old school van olijfolie, avocado en honing. En ik heb het verwarmd. En dat ga ik nu in mijn haar doen, want mijn haar is echt... Zo droog natuurlijk weer al het verven. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik er folie omheen wikkelen. Auw, het is een beetje warm. Ik ben niet zo goed. Volgens mij gewoon helemaal ook in de aanzet. Het is iets te heet nog. Wow, ik had niet verwacht dat het zo lang heet zou blijven. Maar het is natuurlijk olie. En dat is een beetje te heet. Dus ik moet even wachten. Dan ga ik ondertussen maar eventjes wat kleding opruimen. Nou, je moet het dus niet te heet maken. Want het duurt echt heel lang voordat het afkoelt. Maar ik ben ongeduldig. Een beetje warm is niet erg. Ik heb het bewust verwarmd. Nog even als extraatje om ervoor te zorgen dat alles goed olieig is, gebruik ik nog even deze amandelolie van de Action. Want die zegt ook... Oh, Charlotte. Suitable as a hair mask. Ik hoop echt dat het werkt. Ik denk het wel. Ik hoor altijd hele goede verhalen over dit soort natuurlijke maskers. Ik ga het hierna even wassen met een milde shampoo. Je moet het dan met de shampoo wassen. Mensen gaan helemaal stuk omdat ik dit plaats. Ik hoop dat het wat doet voor mijn haar. Vinden mensen helemaal grappig? Nou, grappig. Ik doe net echt maar typetjes omdat ik altijd kritiek krijg. Ik durf het eigenlijk niet meer. Ik weet zeker dat Kim Veenstra dit is. Dit is Kim Veenstra. Ik weet het gewoon zeker. Ik weet het op Ibiza. Ik herken het aan haar stem. Ze heeft zo'n typische stem, jongens. Ontbijtje, Bolly is heel druk. Waarom? Omdat ik... ongesteld ben en echt heel chagrijnig ben, waar ik bijna nooit last van heb. En dat voelt hij meteen. Ik ben echt ziek, emotioneel en hormonen. Bizar. Heb ik echt nooit. Maar nu ga ik lekker dit eten. Dit zijn van die gevriesdroogde aardbeien. Hij loopt alleen maar te roepen. Dat deed hij ook toen ik liefdesverdriet had. Hij voelt dat gewoon. Helaas. Hey allemaal, ik ben bijna bij oma. Of een paar seconden. Ik ben echt hormonaal chagrijnig. Ik ben bijna nooit chagrijnig. Dat weten jullie misschien niet, want ik natuurlijk heel vaak klagen dat ik moe ben en zo. Maar dat is gewoon oprecht heel vervelend. Maar dat, daar heb ik bijna niet meer over gelukkig. Maar chagrijnig ben ik echt niet. Dat komt echt door mijn hormonen. Ik baal echt van alles. Ik ben geïrriteerd. Ik ben traag. Ik word helemaal gek van mijn haar. Omdat het allemaal afbreekt. En ja, jullie hebben daarvoor gewaarschuwd. Maar toen ik het zelf had geblondeerd, was mijn haar echt super volumineus. En nu ik het dus twee keer naar de kapper ben geweest, is gewoon too much in totaal. En nu is het helemaal afgebroken. Dus dan heb ik mijn haarband in. Echt zo'n vrouwenmoment. En ik hoop niet dat het door de leeftijd komt dat ik dat nu vaker ga hebben. Want ik irriteer me er zwaar aan als ik zo'n bui heb. En ik ga nu naar mijn oma en daarna naar mijn ouders. Ik vind het altijd irritant als ik zo'n bui heb om dan mensen te zien. Maar ook wel weer leuk. Wie herkent mij? Het is zo irritant. Ik voel me dan gewoon niet mezelf. Dus jullie gaan toch ook met een of andere... Ja, maar je zegt, ik heb speciaal voor jou koud en wit koud gelukt. Maar heb je die rosé uit Frankrijk? Ja. Die vind ik super lekker. Oh. Hoi, Lot. Hey. Hi. Hi. Zo is het met je. Ik denk nou... Ja, blijkbaar ook sperziebonen. Lekker. Ik heb jullie nog helemaal niet gefilmd. Ik ben met papa en mama en ik heb niet echt nog gevlogd, want ik had even heel veel behoefte om lekker te kletsen. Schep je even wat van op? Alles en nog wat. Dat is altijd fijn. Papa heeft voor mij speciaal roti... Oh, de kip is lekker. En speciaal voor mij een apart bakje roti zonder kruiden, omdat ik dus nog niet weet of ik tegen kruiden kan, want ik wil gewoon geen buikpijn. Terwijl, kijk, het ziet er heerlijk uit, maar liever het zekere voor het onzekere.
Dus ik ben heel blij met dit bordje. Al ziet het er wel goddelijk uit. Ja, masala. Ik denk dat het echt niet goed voor mij is. Ui. Oh, ik ben heel blij met dit aparte bord. Volgens mij is het lekker. Het is fijn om weer hier te zijn. Nou ja, heel lang niet geweest. Peep moet je terug doen. Heb je ze niet eten? Jammer. Voor de smaak erin. Ik wil even filmen om grappig mama. Dit kan ik jou wel aanraden hoor. Het heet Enola Holmes. Dit. Het is om te kijken. Het is echt leuk. Ik heb met papa gekeken. Met wie? Met papa. Met wie moet ik het kijken? Met haar. Google komt met software. Met de zoekmachine. Dat je een kan neuren? Een zoekmachine, dat je kan neuren. Misschien weten de kijkers het wel. Wie weet welk klassieke nummer zo gaat. Chopin. Echt? Ik moet het weten. Is het klassiek nummer? Volgens mij wel. Ik heb echt 4 uur lang met haar gezocht. Ik heb het niet gevonden. Ja, dan moet je opa vragen. Opa? Mensen werden boos en ik dacht dat het koffiezetapparaat opa was. Schijnbaar stelde je ook echt vreselijk aan. Ik geloof gewoon wel in geesten. Wat was er dan? Nou, mijn koffiezetapparaat ging uit het niets aan. En er kwam water uit. Ik heb het nooit gehad hoor, zelfreinigend. Blijkbaar is je zelfreinigend, nog nooit meegemaakt. Ook niet bij jou, ja. En ik zei, oh mijn god, dit is opa. Want hij ging aan en vervolgens wilde ik hem uitzetten, hij reageerde niet. Dus ik moest de stekker eruit trekken. Ik deed de stekker er weer in, ging die weer aan. En ik heb in mijn slaapkamer op de Roskomstraat ook wel eens gehad dat mijn lamp ineens zo ging. Dat zei ik, ben jij oma Ans of zo? Dus ging die weer zo. Ik geloof daar wel in. Ik ben er niet mee bezig. Maar dan werden mensen helemaal boos op mij, hè? Ja. Dat ik echt een heel gestoord iemand ben omdat ik daarin geloof. Drama queen. Ja, maar ook dat ik echt niet spoor omdat ik daarin geloof. Nou, weet je hoeveel mensen daarin geloven? Ik zal even mijn jurkje laten zien. Oh, je ziet niks. Naar mijn ouders gaan werkt echt gewoon therapeutisch of zo. Het is niet normaal. Oké, ik voelde me op het moment gewoon even zo niet lekker in mijn vel dat ik ook een beetje wat kluizenaarsgedrag vertoonde en zo. Waar is nou mijn portemonnee? En daar ben ik soms best wel goed in. En dan is het gewoon, ik ben gewoon heel blij met deze dag, ook bij oma en zo. Heel chill. Kan ik er lekker tegenaan. Ik weet zeker dat ik dan morgen ook veel energieker ben. En dan lekker allemaal mijn laatste dingetjes kan doen voor de vakantie. Ik ben echt, echt heel blij. Ik weet niet wat mij bezielt, maar ik sta en echt 3 meter te verder voren en aan de verkeerde kant. Heel raar, Charlotte. Heel raar. Nou, dan gaan we toch lekker zo tanken. Prima, joh. Mijn ouders zeggen dat ik ineens een beetje een accentje begin te krijgen. Door H. Tankdoppen erop doen. Nee, dat is niet het accent. Het accent is een beetje. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar zo erg praat ik niet hoor. Mijn pa zei net. Oeh! Is het binnen of buiten? Oh. Is het binnen of buiten? Dit is toch buiten? Oh ja, tuurlijk. Anders loopt hij niet die kant op. Oh my god, ziek fangirl moment. Ziek bij de tank. Eva van de Weide fan en ik vind haar fantastisch. Ik zie haar. Ik kijk haar aan en ik zeg, ik vind je echt geweldig. Ze zegt, wat? Ik kom net van de set. Ik zo, ja, ik denk, ik zeg het maar. In plaats van dat ik alleen maar aansta, zegt ze, oh ja, maar ik moest even schakelen. Ze zat in een busje met mensen van een set of zo. En daarna ging ze afrekenen en daarna zei ze nog, doei! Zo heel aardig. Niet elke BN'er is aardig. En zij is echt super tof. Het zag er ook zo leuk uit. Ik vind haar echt geweldig. Zij is zo'n geweldige actrice. Dus ik vond het heel leuk dat ik haar heb gezien. Ik ben namelijk echt totaal geen fangirl persoon. Maar haar vind ik echt heel leuk. Dus dat was leuk. Het is altijd zo gek als je iemand ineens dit echt ziet. Want haar volgt natuurlijk echt al sinds Doei en Daisy. Dat is echt ziek lang. Dus dat is wel heel leuk. Nou, ik ging dus rijden, maar ik kon niet aanzien dat die springhaan hier zat. Ik vond het zo zielig. 50 km per uur kon nog wel, maar snelweg niet. Dus dan ben ik gestopt bij een tankstation. Toen heb ik een blaadje uit mijn auto gepakt en toen heb ik hem op een bosje gezet. Hey. Ja, dan zie je gewoon hier voor je neus dat de springhaan aan het overleven is en het niet gaat overleven. En
of doodwaait of er afwaait en dan op een snelweg belandt. Small things in life. Dit jurkje heb ik bij Guts and Gusto besteld. Hij is volgens mij €50, best wel duur. Het is een zwart corduroy jurkje. Hij is van voor net een beetje te kort voor werk. Van achter is hij heel leuk lang. Dus ik vind hem heel erg mooi staan. Qua figuur geeft hij een super goede billen en ook geen dikke buik. Dus ik ben heel blij met dit jurkje. Super leuk. Hij is wel echt wijd en dus kort van voor. Dat vind ik net een beetje jammer, maar ik vind hem wel heel leuk. Ja, Bolly is weer bezig. En dan zo. En ik had een haarband in. Wat ik een beetje baal van hoe mijn haar afgebroken is. Dat zag je zo minder. Ik vond het wel een leuk lookje. Heel leuk. Lekker. Zit super lekker. Ook echt zo'n bijna geen BH eronder aan en zo. Dus super comfy. Leuk. Dit was zo lekker. Er is echt een herfstzonnetje. Hadi komt zo hier in die om 6 uur. Niet lang, maar dus een avondje. En ik dacht, ik ga even rennen. Ik was eigenlijk al gedoucht, haar gewassen, maar ik dacht, ik ga even rennen. Ik moet nu wel weer douchen. En ik heb 20 minuten totaal ben ik weg geweest. Hier dat pad bij Muiden in het weiland. Ik heb gewoon gerend. Een stukje, niet voorzichtig, want anders krijg ik echt last van mijn knie. Een stuk gelopen, weer een stuk gerend. 50 gerend, 50 gelopen. En dan 3 keer een stukje sprint. En een paar squats, een paar stretch. En die zon. En ik vind dit zo geweldig. Eigenlijk wil ik dat ik altijd op een dag dat ik niets doe buiten de deur. En er is een beetje een zonnetje gewoon dit doen. Al ga ik een uur wandelen. Het is zo lekker. Heerlijk echt. Ik voel me meteen zo fris en goed. Nu lekker douchen. Ik ga nu moussaka maken. Ik ben er 2 uur in de oven gezeten. De aardappel is niet gaar. Ik snap er helemaal ook niks van dat ik die aardappel zonder saus op de bovenkant moest leggen. Het stond er echt. Het moest gewoon in het gerecht lekker zacht worden. Dat wist ik ook, maar ik heb gewoon gedaan wat er stond. Ik ga ook serieus uit de prullenbak halen, want als er niet stond ben ik echt gek. Dit is echt geen moussaka. Moussaka hoort een mooi vierkantje te zijn. Leg hier op dakpansgewijs de overige plak aubergine en courgette. Verdeel hier over de overgebleven saus en dek af met de aardappel. Bestrooi de aardappel met kaas. Nou, helemaal gedaan. Het heeft echt serieus. De tweede keer 3 kwartier was er nog 20 minuten over. Dus het heeft 45 minuten en daarna 25 minuten in de oven gezeten. 230 graden. Die aubergine smaakt echt gewoon rauw. Maar wel mijn overstuk. Het voelt alsof ik op een spons bijt waar super veel zeewater uitkomt. Ja. Die heeft over mijn eigen eten gekweld. Sorry, ik vind het echt niet goed. Maar ik moet toch wel wat eten. Het is al 9:30. Wat moet ik doen als ik dit... Kan ik dit gewoon in de magnetron doen in 3 minuten? Ik heb ook al 2 minuten in de magnetron gezeten trouwens. Het is vandaag studiedag en ik wil eerst wel naar school gaan, maar heel veel werk zit thuis. Dus ik ga ook lekker thuis werken. En we hebben nu een vergadering. Dat is lang geleden. Hoi Wil. Hi, Charlotte. Het is gelukt. Super goed van je. Weet je hoe moeilijk het was? Ik heb het echt gemist. Ik vind het zo grappig. Oh, wow, er zit iedereen op een stoel. Zie ik, interessant. Het gaat over traumasensitief lesgeven. Maar toevallig heel veel dingen die aansluiten bij waar mijn vriend doorheen gaat, zeg maar. En wij dus samen. Dus ik leer echt superveel en heel veel weet ik ook daardoor al. En dat is natuurlijk gericht op kinderen, maar volwassenen is niet heel anders. Maar super interessant. En nu hebben we eventjes pauze. 5 minuten. En dan gaan we nu een subgroep uiteen. We werken met Teams voor het eerst. Dat is wel super handig. En ik wil ook een leuke achtergrond. Dat kan je bij Teams veranderen. We hebben 3,5 uur hier aan gewerkt. Het was zo interessant. Wat ik heel interessant vind is eigenlijk als je dus een cursus of iets hebt. Wat je niet alleen, op je werk toepast. Maar ook in je dagelijks leven en op jezelf als mens. We hadden dus eerst een heel gedeelte over traumasensitief lesgeven. Trauma's bij kinderen. Hoe het allemaal werkt. Maar daarna hadden we een stuk over. Hoe heet dat nou? Het komt in ieder geval op neer. Dat als je zo intensief bezig bent met het trauma van iemand, dat het voor jou ook gewoon als een secundair trauma kan voelen. En als je er helemaal in opslokt, en ik herken mezelf daar heel erg in, want ik ga volledig altijd ergens in en dan is het iemand anders ding, maar dat voelt ook als mijn ding. En ze zeggen ook,
je kan pas voor een ander zorgen als het met jou goed gaat, weet je wel. En ik dacht meteen, ja, ik plan voor mezelf altijd heel veel rust in en dit en dat. En toen kregen we een soort vragenlijst. Het is echt interessant. Dan moest je zelf cijfer van 0 tot 5 geven over in hoeverre jij structuur aanbiedt in je leven. In hoeverre je verbinding maakt met anderen. In hoeverre je beweegt. En in hoeverre je ontspant. En ik vind dat zo interessant. Ik heb echt zieke inzichten gekregen. We hadden echt maar 13 minuten de tijd hiervoor. Maar van ja, structuur heb ik wel op werkdagen. Maar bijvoorbeeld avondeten bied ik al geen structuur in. Bedtijd puur als ik moet werken, maar in het weekend totaal niet. Ik doe alsof ik ontspan door uit te slapen in het weekend. Maar eigenlijk is dat gewoon helemaal geen actieve ontspanning. En kun je ook veel beter gewoon wat eerder opstaan en actief ontspannen. Dat had ik ook door collega's door daarmee te praten. Vond ik heel interessant. Ik deel het nu maar gewoon even hoor, want ik vind dat wel boeiend. En weet je, na mijn werk ga ik tv kijken. Maar dat is ook geen actieve ontspanning. Want ondertussen loop ik gewoon te werken en kijk ik met een half oog. Dan ben je niet echt aan het ontspannen. Altijd met andere dingen bezig. De lege tijd die ik heb, vul ik altijd op. Dus dan doe ik alsof ik een lege dag plan om uit te rusten. Maar eigenlijk ben ik continu bezig. Nou, iedereen zal dat waarschijnlijk wel herkennen. En dat ik gewoon heel weinig ook vast inplan. Omdat ik dan denk dat ik daardoor geen druk voel. Maar je moet dingen juist voor jezelf inplannen. Bepaalde beweegmomenten, contactmomenten, rustmomenten. En je moet eens evalueren en bijstellen. Ontspannen en to-do-lijst minder samenvoegen heb ik voor mezelf opgeschreven. Dus niet terwijl je maskertje opdoet je to-do-lijst afwerken. Maar juist ontspannen zodat je daarna nog 2 keer sneller die to-do-lijst afwerkt. Of zoals Lot dat altijd heel goed doet. Ik mag nu een halve serie kijken. En dan ga ik mijn to-do-lijst afwerken. En dat mis ik heel erg bij mezelf. Ik ben namelijk natuurlijk altijd moe zoals jullie weten. Dus dit is zo interessant. Ik doe alsof ik heel veel rust pak, maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet echt. Beter afbakenen. Nou ja, contact met vrienden is niet zo boeiend. Dat is wel redelijk oké. En jezelf uiten naar anderen toe. Bewegen doe ik ook niet dagelijks. Als ik niet elke dag naar mijn werk fiets, doe ik dat ook veel te weinig. Wat zou je nog willen doen? Nou, ik zou graag willen dansen, maar ben ik vaak te moe voor. Heb ik te weinig tijd voor. Bied structuur daarin aan. Plan je beweegmomenten in. Ja, ontspanning. Mijn hoofd staat altijd aan. Alleen tijdens het slapen doe ik eigenlijk niet. Maar super interessant. Ik plan lege dagen in. Maar er staat eigenlijk helemaal nergens op een complete dag leeg plannen en niets doen. Daar rust je niet van uit. Toen zei een collega, dus dat is geen actieve ontspanning. Uitslapen ook niet. Heel boeiend vond ik dat. Je moet je grenzen kunnen aangeven, maar ook de mensen bijvoorbeeld voor wie je werkt moeten het ook accepteren als jij je grenzen aangeeft. Of je vrienden, mensen in jouw leven. Weet je, het is knap als jij je eigen grenzen kan aangeven. Maar dan moet er ook naar geluisterd worden, zodat je je weer niet een aansteller voelt. Nou, ik vind het zo interessant. Ik heb het even heel snel gezegd dat het niet zo lang kletsen is. Nu heb ik een half uur. Wow, ik krijg echt heel veel trek van zo 3,5 uur concentreren. Dus nu ga ik lekker grootste boterhammetje. Lekker. Mijn boodschappen zijn bezorgd en Haas hier weer. Het is toch een lieve man dat hij hier weer is. Het is wel gezellig. Oh, is het maar 4 uurtjes. Het is wel heel gezellig. Ja, ik zie het al niet meer. Ik doe zo. Ik zie alleen je hoofd in haar gezicht zie je. Ja. Nou, je hebt er 24. Hoor dit. Als je pizza even laat ontdooien, dan pas je er tenminste in. Door dit weekend of zo vaak, dat je het wel niet. Dat vind ik wel iets voor jou. Ik ben thuis online oudergesprek aan het voeren en het is weer hetzelfde. In mijn hart, elk gesprek, vooral met ouders die je nog niet kent, denk je weer in je hoofd. Het kan zomaar zijn dat er een ouder tussen zit die totaal niet tevreden is of dit en dat. Dat heb je vaak, dat ouders echt al weken met iets zitten en dat je er niets van wist. En nu weer een ouder die ik nog niet had gezien. Nou, zo fijn. Maar ik ben ook gewoon zo positief over de kids. Maar het is zo tof deze. Het is bizar. Het is echt... Hoe noem je die uitspraak ook weer? Van good things overcome. Wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat merk je ook in een groep. Als er dus positieve ouders, positieve kinderen zijn. Het is aanstekelijk. Het is echt aanstekelijk. Het is zo mooi. Ik wil echt dat gewoon... Dat daar een soort cursus voor kon komen van hoe word je nou zo'n fijne groep als kinderen, als ouders. Dankbaar, eerlijk, oprecht kunnen uitspreken als je wel ergens mee zit. Of iets niet goed gaat. Ook complimenten naar elkaar uitspreken. Nou, het is gewoon fantastisch. Ik ben echt, ik kan hier niet meer dan blij mee zijn. Welk gesprek heb ik nu? Oh, ik heb mijn volgende gesprek pas om 4:15. Of een kwartier, lekker. Nou, ik hoef niet meer voor te bereiden, want ik ben al goed voorbereid.
Super. Hoe lief is dit? Liefje. Af en toe gaat hij met zijn kont voor de camera. Als hij vervelend doet, dan doe ik hem boven. Dan loop ik naar boven en vliegt hij mee en dan laat ik hem daar. Maar hij is nu niet meer vervelend. Hij is eigenlijk wel chill. Hij moet tot even wennen als ik dan aan het bellen ben. Gaat hij roepen. Maar als ik dan nu al 2 uur bezig ben, dan is hij echt heel cute. Kijk, echt super, super, super fluffy. Gewoon echt obese over de rand heen. Heerlijk. Dat je het echt zo wil pakken. Kijk hoe cute. Nu kan ik gewoon chill bellen met deze. Hé, Polly? Ja, je bent zo lief. En juf Hart kwam net weer eventjes diep omhoog. Mijn eindgesprek, ja. Het gesprek duurde 37 minuten in plaats van 10. Maar dat komt gewoon dat ik... Soms heb je iemand in de klas waarin je dingen van jezelf herkent. En waarvan je weet hoe mooi het was geweest dat op jongere leeftijd, als je dat al had geweten of er iets mee had kunnen doen. Weet je, ja, ik kan niet te veel zeggen, want het gaat er veranderen. Maar ik heb me vroeger als kind best wel... Wat betreft concentratie heb ik heel veel moeite gehad. Dus daar kan ik kinderen bij helpen en ouders. En wat betreft je anders voelen. Weet je, dat je dingen die iedereen kan, die kan je niet. Maar dingen die niemand kan, die kan je wel. En je voelt je raar en anderen vinden het gek. En je denkt op andere manieren. En, nou ja, het is zelden dat je iemand in je klas hebt die ook zo is. Maar dat is gewoon heel erg mooi dat je dan... Als je dat dan in je klas hebt, iemand die een beetje dat soort dingen heeft. En dat is eigenlijk meer... Ik herkende dat zelf een beetje. En dan praat je met ouders en dan merk je dat van... Ja, dit herkenbaar. En dan is het gewoon heel mooi om... Het kind kwam er ook bij en zo. En om daarover te praten. En dat, nou ja, dan is het nu 6 uur 's avonds en mijn kies zit in de oven. Heerlijk. Dan ben ik gewoon helemaal blij met dit gesprek. Je wil niet alleen maar over... Puur hoe gaat het op school en cijfers. Maar ook over de rest voor je in het leven. En je kunt kinderen in groep 5 al zoveel leren. Dingen die ik pas leerde toen ik 20 was, bij wijze van spreken. Als de juiste persoon jou dat van al wat eerder vertelt en uitlegt en laat inzien. Nou, dat vind ik gewoon een hele belangrijke taak als leerkracht. Dus daar ben ik gewoon zo blij mee. En dan ga je soms een beetje buiten je boekje als in veel te lang. En je bent bijna, nou niet psychologisch, helemaal niet. Maar je gaat gewoon heel diep in op dingen waar je eigenlijk geen tijd voor hebt als leerkracht in het onderwijs. Maar ja, ik ben gewoon heel blij dat ik dat dan kan doen. Gewoon lekker diep de diepgang in gaan. En nu ga ik lekker chillen. Ik ben echt kapot. Ik heb 2 nachten veel te kort geslapen. Maar ik ben heel blij. Alle oudergesprekken zitten erop. En zo blij. Zo positief. Maar ik heb het al gezegd. Maar het is heel fijn. En ik heb een lieve heersbeestje in mijn huis. Blijkbaar. En mijn arm is lam. Ik ga nu chillen. Wat ik gisteren heb geleerd. Wow, wat een leerzame week nu al. Eten en lekker tv kijken. En daarna met haar bellen. En niet ondertussen allemaal andere dingen doen. En deze parkiet. Zo lief. Ik vind het ook heerlijk om mij hier zo te horen bellen, volgens mij. Wow, ik vergeet helemaal te vloggen, joh. Deze dag was druk. Bizar. We hadden een heel teammeeting op Zoom. En terwijl dat nog bezig was, begonnen we al een ander gesprek met de IB'er. En ouders van iemand uit de klas, naar wie ik een terugkoppeling ging geven van het OLB. Eigenlijk een lijst met wat ik doe voor die leerlingen in de klas. En dat was gewoon heel fijn. Moet ik zeggen dat ik ook wel veel goede dingen voor hem heb kunnen inzetten. Dus dat is ook fijn. Maar het is heel erg fijn om te zien dat IB'er en ouders zo blij en tevreden zijn. En dat ze zeggen, al mijn vragen heb je al beantwoord. Ik weet alles en super. Dus dat is een heel goed gevoel. En nu ga ik even snel het rooster maken voor volgende week. Heel moe ben ik. Ik heb echt zin in mijn weekend. En dan ga ik over een kwartier moet ik bij intake zijn van een orthomoleculaire geneeskundearts. Waar ik heel benieuwd naar ben. Waar ik echt een formulier van 10 bladzijden voor heb ingevuld. Spannend. Ben ook benieuwd hoe lang het duurt. Mijn telefoon is leeg. En ik ben waarschijnlijk pas om 7 uur thuis en zo. Maar lekker hectisch. Maar op de donderdag vind ik dat nooit zo erg. Want dan ben ik toch dan lekker vrij. Zo. En toen was het 7:15. En ging ik lekker naar huis. Ik heb trek. Oh. Ik vertel trouwens niet meer zoveel in mijn vlogs hoor. Want ik weet hoe erg het jullie irriteert dat ik het steeds erover heb wat er niet goed is. En dus ik zeg dat ook niet meer. Maar dit benoem ik wel. Omdat ik dit gewoon ook interessant vind om te delen. Een orthomoleculair arts, dat is natuurlijk toch anders. Het is niet per se, is het alternatief? Dat weet ik niet. Maar het is niet dat iemand met ijzerstaafjes op je lichaam gaat voelen. Op die manier, zo zweverig of zo. Maar hij kijkt wel anders dan doktoren. En hij zegt dat hij meer onderzoek kan doen en zo. Natuurlijk alleen, ja, jammer hieraan is dat je maar een heel klein beetje verzekerd bent. Dit kost dan €80 per consult. En we gaan echt wel wat nodig hebben. Maar het leuke hieraan is dat bij een dokter... Denk ik zelf ook altijd na, omdat ik gewoon vaak bij een dokter wegga zonder resultaat. En als je weg bent bij de dokter,
excuse me if I'm wrong, maar dat is mijn ervaring. Dan is het ook, dan ben je weg en is het klaar. En dan heb je het er pas weer over als je weer naar de dokter gaat. En dit is gewoon iemand die er ook over blijft nadenken, weet je wel. En die er een beetje, ik heb de kennis over mezelf en hij heeft de kennis over ja, de opleiding, zeg maar. En de kennis van de termen en hoe alles werkt. En samen kom je dan heel ver. Dus je zit daar echt samen. Nou, nu was het natuurlijk vooral alles vertellen wat ik al van mezelf weet. En checklists en zo. En daarna kun je met de kennis die je allebei hebt, kun je gaan samenwerken. Niet een of andere magische goochelaar die me hoe ik vertel waarom ik zoveel rare klachten heb. Zo interessant. Hij kwam nu uit bij... Ik zit heel erg op die voeding. Dat ik zeg, ja, maar 100% zeker kan ik niet tegen peulvruchten en dat soort dingen. Wow, die reed hard. Maar hij heeft heel erg iets van, ja, dat kan het zijn. Maar het kan ook... ergens anders aan liggen en dat je bepaalde bacteriën, goede bacteriën, niet gezien worden doordat ze overkapseld worden door slechte bacteriën of iets en iets met maagzuur en dat het niet zuur, als je niet genoeg maagzuur hebt, dan, hij zegt als je je vinger 2 uur in maagzuur legt, is hij weg. Maar als je maagzuur niet goed genoeg is, dan wordt het eten wel zuur, maar niet zo zuur dat het verteert en dan gaat die klep open en dan gaat het daar naar je darmen. Misschien zeg ik het verkeerd, niet helemaal goed, maar wat ik me herinner, dan gaat het naar je darmen. Dan gaat die klep zo open dat het naar je darmen kan gaan. En dan is het een zuur, maar dus niet door die enzymen doorgeknipt of verteerd. Ik weet het niet exact, iets met die termen. Ik snap in ieder geval wel een beetje wat hij bedoelde. Dan is het zeg maar niet zuur genoeg, waardoor het dus niet weg is, maar dus zuur is. En dat kan het dus helemaal niet aan. En dat zou ook wel weer verklaren waarom ik de ene keer wel goed reageer op ABC en de andere keer niet op ABC. Qua voeding, een random voedingsmiddel. Dus nou ja, het is sowieso interessant om erover na te denken. Het is natuurlijk jammer dat na een bepaald bedrag wordt het niet meer vergoed. Dus dat kost wat. Maar dan hoop, hij zegt ook wel van ja, als we over 6 maanden nog bezig zijn en we hebben niks, dat is niet de bedoeling, weet je wel. Dus hij wil natuurlijk ook wel gewoon ja, dat ik er iets mee ga bereiken. Volgende week donderdag weer een afspraak om 4 uur. Iets minder laat. En het was gewoon fijn om er zo over na te denken. Ik ga hem zo alle doktersuitslagen sturen, want hij noemde heel veel... En weet je, celiacie, gluten, is dat schildklier, bloedlichaam. En ik had natuurlijk toen 12 dingen gecheckt of zo. En hij zei darmonderzoek door ontlasting. Maar ik zeg, ja, heb ik ook recentelijk gedaan. En een tijd ervoor ook. Daar kwam nooit wat uit. Nou ja, dat is even wat ik er voor nu over zeg. Want ik weet dat heel veel mensen dit super irritant vinden. Maar omdat het mijn leven is, wil ik het toch even meenemen. Omdat ik het een belangrijk gedeelte van mijn leven vind. En heel veel dingen laat ik weg. Maar bijvoorbeeld vannacht en precies een week daarvoor kreeg ik in de avond een aanval met hele erge steken. Zo erg dat de tranen uit mijn ogen spatten van de pijn. Bij mijn borstbeen, snokdarm. Maar er zijn gewoon bepaalde signalen in mijn lijf die niet kloppen. Maar nogmaals, ik weet dat mensen er moe van worden. Dus nu hou ik er ook over op. Maar ik zal wel volgende week donderdag weer even kort wat vertellen. Maar ik benoem niet meer dagelijks welke klachten ik heb. Want ik snap heel goed dat mensen er gek van worden. Mocht je hier ook mee bezig zijn geweest of iets weet, deel vooral je ervaringen. Want... ja, vaak komen natuurlijk negatieve reacties op van zei ik niet zo. Terwijl het me ook heel tof lijkt om juist dingen een beetje onder de aandacht te brengen. Want er zijn zoveel mensen in de wereld die klachten hebben die nooit verholpen worden. Zo heb ik ook een andere persoonlijke klacht gehad een paar jaar geleden die weg is gegaan door eigen... Wat ik graag zou willen vertellen was een beetje een heel persoonlijk iets. Maar dat ik gewoon zoveel dingen aangesmeerd kreeg. Tuurlijk bedoelen ze het goed, maar wat echt contra werkte en door... op een andere manier te gaan kijken, wordt het wel opgelost. Dus ik geloof daar gewoon in. Ook door samen met elkaar te praten. Dus ik hoop ook dat als ik het over dit onderwerp heb, dat het meer een beetje dat wordt. Van samen ontdekken en elkaar helpen. En wow, wat zij zegt heb ik ook. En oh, misschien weet jij wel wat de uitkomst is. In plaats van zei ik niet zo. Want ik wou ook dat ik niet zo ging zeiken. Want ik word er gek van. Als je namelijk een heel vitaal, vrolijk, energiek persoon bent en je lijf werkt niet mee, is dat super vervelend. En natuurlijk snap ik dat er veel ergere dingen in de wereld zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik me zo voel. Dat was mijn speech. Nu ga ik lekker naar huis en ga ik mijn kiesje opwarmen. Die doktersuitslagen mailen. En ik moet eigenlijk even editen. En morgen heb ik lekker weekend. En daar heb ik heel veel zin in. Lekker naar mijn ouders met haar en met haar chillen. Perfect. Nou, dat was echt een bewogen weekje qua zelfreflectie en inzichten en nieuwe dingen leren. Echt zelfontwikkeling, ontplooiing, alles. Heel interessant. Weer een totaal andere vlog dan hiervoor. Gewoon een normale leven. Ik hoop dat je hem leuk vond, dat je duimpje omhoog, dat je lekker meepraat in de comments. En ik zie je graag bij een volgende vlog die wat eerder online zou komen dan nu. En natuurlijk in de tussentijd op Instagram. Doei!